Van harte welkom bij weer de agenda voor de aankomende tijd. Te beginnen met donderdag 2 juli, dan is er weer computercafé in wijkcentrum Het Achterom. En dat begint om 2 uur en dat duurt tot 4 uur. Dan is er 4 juli een gevelconcert in het Horecastraatje, heel bekend. Het is een grote show met diverse orkesten in het Horecastraatje. En het Kerkenveldorkest is ook vertegenwoordigd. Er volgt hier nog meer nieuws over, dus hou het in de gaten. 4 en 5 juli, dan is er een demonstratie 16e eeuws koken op en rond het historisch kasteel Herne. En bij een bezoek waant u zich dan ook terug in een andere tijd. U kunt erachter komen hoe men in de 16e eeuw kookte. Welke ingrediënten gebruikte men toen? Wat groeide er zoal rondom het kasteel? Dus beleef en ruik het in kasteel Herne tijdens hun maandelijkse demonstratie. Het begint om 1 uur en het duurt tot 5 uur. De entreeprijs is €7,50 voor volwassenen. Kinderen van 4 tot en met 12 betalen €4,50. En de donateurs van Gelders Kastelen mogen er gratis naar binnen. Het is in de Dorpsstraat in Herne. En als u meer informatie wil, dan verwijs ik u even naar onderstaand telefoonnummer of naar het e-mailadres. Dan is er 5 juli ook weer een kioskconcert in de kiosk van Bergharen. Wie is er dan te horen? Nou, dat is het Kioskkoor uit Bergharen. Het concert is van 2 tot 4 uur. Dan is er op zondag 5 juli, dan geeft Museum Kasteel Wijchen een open rondleiding in het kasteel en in museumtuin De Tuin. En naast de rondleiding door het kasteel op elke eerste zondag van de maand, zullen gedurende de zomermaanden rondleidingen gegeven worden in de museumtuin De Tuin. En dat is op elke eerste en elke derde zondag van de maand. De rondleiding door het kasteel begint om 2 uur en onderweg ontmoeten de deelnemers Emilia van Nassau die ooit in dit kasteel heeft gewoond. De rondleiding in De Tuin begint om 3 uur. Vrijwilligers van het museum zullen de bezoekers door de museumtuin leiden en vragen beantwoorden. En na de rondleiding kunnen deelnemers ook nog het museum verkennen. De rondleidingen die zijn afzonderlijk te doen, maar het is ook mogelijk om bij de rondleidingen om daar deel aan te nemen. En wel tegen een aantrekkelijk combitarief. Voor meer informatie en prijzen, zie de website, onderstaande website. En aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Dan 7 juli, dan is er weer bingo voor de 55-plusser. En dat begint om 2 uur en duurt tot 4 uur. En dat is ook natuurlijk alom bekend in wijkcentrum Het Achterom. En we herinneren u er ook weer aan dat op elke woensdag, dus ook op 8 juli, dat u op spreekuur kan bij wethouder Engels. Want zij horen graag uw ervaringen wat betreft de zorg. En het is elke woensdag van 5 tot 6 uur. Dit was de agenda voor deze week. We zien u graag weer terug de volgende keer. Tot ziens.